En we gaan de laatste bocht in. Hier is Eliton, nog altijd in volle lengte voorsprong. Calaminta op de tweede plaats passeert nu Gilane. Op de vierde plaats volgt op anderhalve lengte Callisto Kingsdiep. Twee lengte daar weer achter Janus Boshoeven. En zo komen we de laatste rechte lijn in. Nu gaan we ons opmaken voor de eindstrijd. Iris uitgeschakeld nummer 4, nummer 4 galop. Chilling Rainbow is eruit. En heeft Iris de Liton het nog in zich om de aanval te pareren die er gaat komen van Calaminta. Iris de Liton leidt nog altijd. Calaminta vol in de aanval, maar heeft weinig impact. En zo gaan we dan de laatste meters in. En wederom de vliegende Vries in. Hiltje Chalsma. Dit keer met Iris de Liton. Tweede wordt Calaminta. Close. Heel close voor de derde plaats. Misschien nog die Gilane. Maar dat mag de rechter uitmaken. Want ook Callisto Kingsdiep was dichtbij. En daar zijn de winnaars. Martin, voorlopig of officieel? Had je dat al gemeld? Ja hoor, de hele uitslag heb ik net officieel gegeven. Je mag huldigen. Iris de Liton, een vijfjarige Panache de Liton. Hiltje heeft er even de handen vol aan. Praten we gewoon even bij met een trotse eigenaar. Ja, het is nogal een heerschap, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Het is niet altijd makkelijk. En in de laatste twee keer sprong hij ook bij de start weg. Dat was autostart. Dus wij zeiden tegen Hiltje van, je kan niet... koers alleen maar verliezen aan de start, niet winnen. Dus als start je in tweede geleerd, dan moet je dat gewoon goed kunnen maken. En dat deed ze fantastisch. Je kan er wel op een boodschap sturen, hè? Ja. Ik denk dat ze 50% van de koersen voor ons wint. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat is een mooi gemiddelde. Gefeliciteerd, Peter. Namens Stal PD, de grote initiatiefnemer achter het eigenarencollectief. En Hiltje heeft inmiddels de bloemen gekregen. Gaat voorrijden met de grote Iris de Liton. Geweldig paard. Zeker als hij zijn dag heeft. En vandaag was weer eens een keer een moment waarop hij kon excelleren. U kunt er handen. Geweldige winnares. Hiltje Chalsma. Gaat weer lekker dit jaar. Nu met Iris de Liton. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en als laatste begint aan de klus het nummer 8 van Dreamline Promise. En die maakt nu ook een galoppade. En het is na de start Devil die als een duveltje uit een doosje is vertrokken met op de tweede plaats Gilane. Zo gaan we de eerste bocht in. Devil voor Gilane. Daarachter op de derde plaats Calaminta. Oh, een galoppade voor Devil. En dat betekent dus dat Gilane zich op kop weet voor Calaminta op de uitgeschakeld tweede plaats. Nummer 3 galop. In derde stelling Callisto Kingsdiep, terwijl Devil wordt uitgeschakeld. En we Iris de Liton en Hiltje Chalsma aan de buitenzijde naar voren zien gaan. Die gaat proberen de leiding over te nemen, wat nu ook in effect wordt gebracht. Het is aan de kop op dit ogenblik Iris de Liton. Iris de Liton heeft een lengtevoorsprong genomen. Gilane op de tweede plaats, Calaminta derde, vierde Callisto Kingsdiep. Vijfde aan de buitenzijde is Chilling Rainbow. En zo gaan we dan de manegebocht nu in. Verder weg in het veld, Janus Boshoeven, daarachter Velten Moon River. Gideon of Egypt en laatste van het peloton Dreamline Promise. En de paarden zijn in het hart van de manegebocht. Met nog altijd hier is de Liton die het tempo bepaalt. Gilane op de tweede plaats. Derde is daarachter aan de binnenzijde Callisto Kingsdiep. En daarachter volgt Calaminta. En zo zijn we dan weer in de rechte lijn voor de tribune. Janus Boshoeven en Chilling Rainbow die volgen achter de leiders. En daarachter is het dan Gideon of Egypt die nog Velten Moon River voor zich moet dulden. En achter zich heeft hij dan het nummer 8 van Dreamline Promise. Deze situatie kennen we als ze de laatste ronde ingaan. Met Iris de Liton nog altijd een lengte voorsprong op Gilane. Aan de buitenzijde Calaminta. Zo gaan we de koelboxbocht in. De vierde plaats voor Callisto Kingsdiep in. Vijfde positie Chilling Rainbow. Zes Janus Boshoeven. Zeven Velten Moon River. Acht is Gideon of Egypt. En negen is Dreamline Promise. En zo gaan we dan de bocht uit. En op weg aan de overzijde van de baan. Waar Iris de Liton nog altijd gemakkelijk aan de kop gaat. Met een lengte voorsprong op Gilane. Calaminta op de derde plaats. En in aangezien
gesloten vorm op de vierde plaats. Callisto, Kings Deep. Vijfde nog altijd, Janus Boshoeven. Daarachter is het dan aan de binnenkant Chilling Rainbow. En aan de buitenzijde Velten Moon River. Gevolgd door Gideon of Egypt. En laatste nog altijd Dreamline Promise. En we gaan de laatste bocht in. Hier is Eliton nog altijd in volle lengte voorsprong. Calaminta op de tweede plaats. Passeert nu Gilane. Op de vierde plaats volgt op anderhalve lengte Callisto, Kings Deep. Twee lengte daar weer achter, Janus Boshoeven. En zo komen we de laatste rechte lijn in. Nu gaan we ons opmaken voor de eindstrijd. Iris uitgeschakeld nummer 4, nummer 4 galop. Chilling Rainbow is eruit. En heeft Iris de Liton het nog in zich om de aanval te pareren die er gaat komen van Calaminta. Iris de Liton leidt nog altijd. Calaminta vol in de aanval, maar heeft weinig impact. En zo gaan we dan de laatste meters in. En wederom de vliegende Vries in. Hiltje Chalsma. Dit keer met Iris de Liton. Tweede wordt Calaminta. Close. Heel close voor de derde plaats. Misschien nog die Gilane, maar dat mag de rechter uitmaken, want ook Callisto Kings diep was dichtbij.